ben René Haaier. Ik heb samen met mijn vader een gecombineerd akkerbouw en loonwerkbedrijf in Veleveen, ligt in Oost-Groningen. We hebben ons sinds 2012 gespecialiseerd in de uienteelt, met name in voor onze eigen gewassen, maar ook voor het loonwerk. Dit jaar telen we ongeveer 45 hectare uien. Deze spuiten wij met een Amazone spuit van 40 meter. De spuit is van 2009. Nou, we wouden als bedrijf zijn graag een stukje verder in de precisielandbouw. En het variabel spuiten op dat niveau was een wens. De Liebox kon daar invulling aan geven zonder daarvoor een nieuwe spuit te hoeven te kopen. De grote angst erachter was dat het onwerkbaar zou zijn, bijvoorbeeld voor mijn vader, die eigenlijk het grootste deel van het spuitwerk deed. Maar dat blijkt achteraf 100% mee te vallen en pas na een paar keer oefenen ging dat als een leien dakje. Het spuiten met de Liebox heeft een aantal dingen veranderd. Met name de constante druk in de leiding geeft een betere verdeling. En dus het aanzetten op het perceel gaat direct op de juiste druk. Het spuiten van geren is makkelijker omdat je per dop aanstuurt dus, en ook daarmee geen drukval hebt. Dat maakt het spuiten een stuk nauwkeuriger en beter. Maar ook op zich het werken met het systeem erachter is kindvriendelijk. Je voert je liters in, je voert je druppelgrootte in en je kunt rijden zonder moeilijke technologische aanpassingen in het systeem. Wij hebben voor de Liebox gekozen omdat wij op zoek waren om op plantniveau te gaan spuiten. Wij maken zelf onze bodemscans van de percelen en door de bonte variatie in de percelen is een variatie op boombreedte niveau eigenlijk niet voldoende voor ons. We waren op zoek naar een systeem dat we konden toepassen op onze bestaande spuit en toch het resultaat konden hebben om te variëren per dop. We hebben aan precisiebespuitingen het eerste jaar gespoten op basis van organische stof. En daarmee hebben wij de variatie in de bodemherbicides gedaan om te kijken of we daar een verschil in kunnen vinden. En we hebben wat proeven gedaan met het plaatsspecifiek spuiten van aardappelopslag in uien.